Prioriteit nummer 1 was DNV. Zijn we begonnen met die transformatie. Tweede stap, Nationaal Leger. Ook daar die discussies. Wat dat betreft heeft de minister van Defensie een goede job gedaan. Hearings te houden, praten. En uiteindelijk is er een legerleiding gepresenteerd. En ik was gisteren daar, in verband met kerst. Je ziet tevredenheid. Je ziet tevredenheid bij die officieren. Eindelijk weer geen benoeming titulair. En bevordering titulair. Waarvoor ze 0 cent kregen afgelopen 5, 16 jaar. Nu zijn ze echt bevorderd. Nu hebben ze de echte functie en rang. Waar ze een stukje waarderen voor krijgen. Een stukje respect voor krijgen. Maar ook een stukje verantwoordelijkheid terugkrijgen. Nu gaan we naar korps politie. Nou, het duurt lang, ja. Maar dat zorgt ook namelijk dat in die politieke constellatie er consensus moet zijn. En ik heb met de vicepresident consensus die korpsleden gaat vervangen worden. Die reorganisatie van het korps komt. Gisteren is het nog een keer bevestigd. Okay. We moeten ook goede mensen hebben die het kunnen overnemen. Er is veel mis in het korps politie Suriname. De integriteit van het korps is aangetast op verschillende niveaus. Er is een plan gepresenteerd aan de regering. De regering heeft het plan goedgekeurd. Politiemannen en militairen gaan optreden. Dat besluit van de regering. En dan moet iedereen dat besluit gaan uitvoeren. En als er issues zijn wat te maken heeft met rooster, dan moet de minister dat met de korpsleden gaan bespreken. En als de bond erbij betrokken, moet men gaan bespreken en dat die gaan oplossen. Maar het mag niet zo zijn dat men het besluit van de regering gaat desavueren. Dat gaan we niet accepteren. Dus de opdracht is aan de minister gegeven om dat probleem op te lossen. En inmiddels gaat de patrouille gewoon door. Defensie is erbij betrokken. We hebben een stukje verantwoordelijkheid naar die samenleving. Maar de opdracht moet worden uitgevoerd. En als er issues zijn, dan moeten issues op een correcte wijze met ons besproken worden. Dus het lijkt dat de politie onvoldoende zelfreinigend vermogen heeft. Dit soort problemen op het bureau moeten komen uiteindelijk van de president. Dat is hem. Het moest niet op het bureau van de president komen. De president heeft andere taken. Maar aangezien de president een stukje verantwoordelijkheid heeft als het gaat om veiligheid, als het gaat om nationale veiligheid. Er zijn twee constitutionele gewapende diensten, dat is het Korps Plus Suriname en het Nationaal Leger. Dan wil ik inderdaad die verantwoordelijkheid naar me toe trekken. Maar het korps heeft een totale reorganisatie nodig en we gaan die reorganisatie inzetten. We hebben altijd personen gehad die de gelegenheid gehad hebben om goede training te krijgen in het buitenland. Er zijn zeer gezaghebbende instituten in het buitenland die politiechefs, die korpschefs klaar kunnen stomen. Dat hebben ze in het verleden ook gedaan. We hebben verschillende officieren gestuurd naar verschillende landen. En we hebben nu goede internationale samenwerking. Ik denk dat gelet op de fase waarin het korps thans bevindt, dat men inderdaad een leiding daar nodig heeft. En een managementteam, je moet een bredere leiding hebben, je moet de juiste mensen hebben. En ook hier gaan we zeggen, we hebben die profielen nodig. Op basis van de profielen gaan we kijken wat er in het korps aanwezig is. En dan willen wij als regering het besluit nemen om deze mensen zo snel mogelijk op te leiden en klaar te stomen om het korps op een verantwoorde wijze te gaan leiden. En daarvoor gaat iedereen de ruimte krijgen en ze zullen allemaal onderworpen worden aan zware selectie.